Yo, het is een goede avond deze avond, want we hebben vandaag echt niet de tijd gehad om te vloggen. Het zit namelijk zo, we hebben een heel groot probleem gehad met onze beerput. Dat weet wel, zo iedereen heeft dat wel of sommigen hebben dat niet, maar we hebben een beerput in onze tuin, op waar het terras is. Gelukkig was het terras niet open vandaag, het is een beetje te koud. Hè? Maar daaronder zit dus, onder ons terras zit dus een beerput. Ja, een beetje verscholen zo. En dat was vandaag een grote opstropping. Dus de wc's die kwamen een beetje omhoog. En ik had het heel snel gemerkt. Dus we zijn in alle rep en roer zijn we de mama van Julien gaan bellen. Voor Jan, de stiefpapa van Julien, naar hier te laten komen. Met een grote tuinslang. Zodat we met die tuinslang in die beerput konden gaan spuiten. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, ik kan je voorstellen dat het niet echt een prettig en een proper werkje was. Maar in ieder geval, wij zijn dus met die darm in die beerput gaan roeren. Waardoor dus toch iets vrijgekomen is. Bleek dus dat er iemand een pamper had doorgesast. Wie doet er dat nu? En waarom doe je dat? Ja, we hebben een koffie- en theehuisje hier beneden. Dus de toiletten die zijn openbaar. Iedereen kan daar gaan en ook doorsassen wat hij wil. Maar doe dat toch gewoon niet. Iemand had een pamper doorgesast. Heel veel problemen voor gezorgd. En we weten ook ongeveer wie dat gedaan heeft. En ja, we zijn er echt niet blij mee. Echt waar. Dikke duim naar beneden voor degene die dat gedaan heeft. We hebben er enorm veel werk aan gehad. Gelukkig hebben we daar eigenlijk geen loodgieter of zo voor moeten laten langskomen. We hebben het gelukkig zelf kunnen oplossen. Dankzij Jan, de stiefpapa van Jolien, waarvoor dank. Maar echt waar, jongens, wat een klote streek. Echt niet fijn. Echt geen leuke dag. Dus daarom hebben we ook heel weinig tijd gehad om te vloggen. Want ja, we hadden sowieso al druk met ons koffie- en theehuisje. Kwam dat er ook nog eens bij. En ja, kwam er ook nog eens bij dat het heel snel donker wordt en alles. Nu is het donker. Goedenavond. Dus het is nog tenminste maar 6 uur. Maar ja, door die klokwijziging. Ik ben trouwens pro-zomeruur. Ja, als je het aan mij... Heel veel mensen zijn pro-winter. Laat het even weten in onder de reacties. Ben jij meer voor het zomeruur of meer voor het winteruur? Want ze zouden dat binnenkort gaan beslissen of dat het nu permanent winteruur of permanent zomeruur is. Wel, geef mij maar zomeruur, dan blijft iets langer licht. Oké, het is dan wel 's morgens langer donker, maar dat maakt toch geen enkele reet uit. Ik bedoel, 's morgens is 's morgens. Je wil gewoon 's avonds als je thuis komt van je werk, wil je gewoon nog een beetje zonlicht zien. Dat is er nu niet meer. Je wil 's avonds, wanneer het zomer is, wil je toch net iets langer op terras kunnen zitten. En als het om 11 uur bijvoorbeeld nog klaar ligt de dag. Oké, misschien niet leuk als je kinderen hebt, maar verduister dan gewoon goed hun kamer of zo. Maar ik bedoel, mensen, geniet van de zon, die is zo belangrijk. Dus daarom, ik ben pro-zomeruur. En oké, misschien zijn heel veel stellingen en heel veel wetenschappers en heel veel slimme mensen die zeggen van hey, winteruur moet je voor gaan. Wel ja, toch, nee. Ik ben voor het zomeruur. Ik heb ook veel betere herinneringen in het zomeruur dan in het winteruur. Maar dat ligt natuurlijk niet aan het uur, het ligt aan de seizoenen natuurlijk. En het is nu ook gewoon weer. Hè? Genoeg gezeurd, we gaan iets leuks doen. We gaan eerst wat eten en daarna gaan we aan de slag met zo'n monstertje. Je hebt misschien al gezien op ons Instagram, daar kon je eentje winnen. We hebben er zelf ook eentje opzij gehouden om eens even aan jou te laten zien. Om even dat uit te pakken en te kijken wat je allemaal met zo'n monstertje in een kistje kan doen. Weet je wat ik bedoel? Nee? Ik zal het even laten zien. Ook een hele fijne dag van mij. We staan hier nu in onze woonkamer. Jeno heeft hier een lamp gezet, een studiolamp, om ons monstertje hier uit te pakken. Wat breng jij nu mee, zo'n groot mes? Dat is wel een beetje overdreven hoor. Ja, maar we hebben geen schaar. Jawel, er ligt er wel ergens in boven hoor. Oké, dan ga ik jou laten zoeken. Nee, maar met de schaar gaat het ook. Met de mes zal ook wel lukken. Oké, opletten, oh my say, opletten. We hebben dus een hele schattige Crate Creation. Kijk, zo gaat dat. Hoppa. Ja. Ja, zit er nog in. Je ziet niet goed hoe het beestje eruit ziet. Nee. Maar je kan het dus bevrijden als je eerst eventjes dit losmaakt. Kan je gewoon voorzichtig met een schaar doen eigenlijk. Maar met een mes lukt dat ook. Dat is eigenlijk levensgevaarlijk waar je nu aan toe bent. Ik zal er maar een beetje op een veilige afstand gaan staan. Het is alweer klaar. Dus nu zien we eigenlijk nog niet heel veel. We hebben hier een slotje. En een koevoet. Koevoet. Ja, daarmee kan je de doos openmaken. Hè? Wow. Ik ga bijna... Of eerst het dingetje. Hopla. Zo. Zo. Ja. Hopsa. Nu gaat het slotje open. Ketting is open. En... Nu kan je de doos openmaken door daar met
je koevoet in te gaan. Ik ga openmaken. Hier is Trisse. Oh, wat ziet hier schattig uit. Schattig? Ja. Het is dus wel een monster, hè. Oh. Heeft hij echt ook haar? Ja. Plasticje weg. Maar ben je mooi. Hallo. Hallo. Je hebt hem leren praten. Lust ook een dingetje? Ah, oh, een lekker beentje. Ja. Oh. Ik kan op zijn hoofdje drukken. Waarom? Ik weet het niet hoor. Je hebt ook een staartje. Oei. Oh. Ik kan vliegen. Het is een echte draak. Zie je dat? Ja. Cool, hè? Echt heel schattig. En hij ziet er ook zo lief uit. Slaapt een beetje. Oei. Helaba iedereen. Hij heeft een beetje dezelfde stem als jou, hè? Jenno is een hele fijne kerel. Oh my god. Dit gaat echt goed. Ja. Je kan hem misschien beter vragen om te abonneren op ons YouTube-kanaal. Abonneer allemaal op het YouTube-kanaal van Jolien Jenno. Dat is echt schattig. Ja, dat is altijd beter. Ja, je vindt het wel lekker, denk ik, hoor. Ja, lekker. Ja. Ik denk trouwens, als je hem neerlegt, dat hij dan een dutje gaat doen. Test het. Allemaal op het YouTube-kanaal van Julien. Nee, dat is duidelijk geen dutje doen. Slaap maar, lekker. Geen dutje. Dat is wel koude, denk ik. Hij gaat slapen. Pesco. Maar hij is heel wild nu hoor. Ja. Je gaat nog eens moeten vliegen. En hij vliegt waarschijnlijk terug naar zijn drakeneiland. Waar hij met zijn andere draakjes gaat spelen. Dag draakje. Tot ziens. En bedankt om te kijken naar deze video. Dit is trouwens een Creature Crate. Dus dat is een surprise, ja. Als je nog geen cadeautje hebt voor een neefje of een nichtje, of voor een vriendje of vriendinnetje. Of voor je kind. Voor je kind. Voor jezelf. Of misschien maar voor jezelf. Dan is het echt wel heel erg leuk om mee te spelen. Het is voor kinderen vanaf 4 jaar. En zelfs wij vinden het nog leuk om mee te spelen. Ja. Dus het is tot en dan. Heel schattig. Heel fijn. Ja. Tot ziens, hè. Dag allemaal. Doe ze duimpjes omhoog. Goed schudden met hem. He, zo. Garme. Oh, garme. Nee, zo lief, maar jij doet ermee schudden en doen. Ik vind die niet fijn. Hij laat scheetjes daardoor. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.